Partner van TVA Sport Arena is Hekkert Autogroep. Welkom terug aan de Sportarena-tafel, of in dit geval beter de kersttafel, waar we voor het Captain's Dinner zitten met de vier aanvoerders van de Limburgse betaald voetbalclubs. We doen dat met de aanvoerder van MVV, Tom van Hiefte, de aanvoerder van Fortuna Sittard, Johan de Boer. Rode JC wordt vertegenwoordigd door Sanariep Malki en Jeffrey Leeuweke-Bessie namens VVV. Het eten is inmiddels gevorderd tot en met het hoofdgerecht hebben we genuttigd. Heerlijk, tenminste heren, smaakt het? Heerlijk. Ja. En dat alles te danken aan Bart Krombach van restaurant Populair. We waren gebleven bij de aanvoerder van Rode JC, Sanariep Malki. En Sanariep, Rode JC en Sanariep, dat is een huwelijk. Dat houdt nog lang stand? Ja, ik denk. Ik heb nog 1,5 jaar contract. En voor het moment is het moeilijk voor ons. We zijn op de 17e plek. Maar zoals je hebt gezegd, slechter is moeilijk. Ja. Het kan één plaats slechter, maar daar ga ik niet vanuit. Nee, maar wat moet er gebeuren om die weg omhoog in te gaan? Ja, ik denk in de winterstop, we moeten nieuwe spelers kopen. Ja. Dat is, je hoeft geen nieuwe spits, denk ik? Ja, misschien ook, omdat ik denk... we moeten hebben ook concurrentie. En concurrentie is heel goed. Is ook makkelijk voor de trainer als je creëert meer concurrentie. En nu met onze kleine kern is het een beetje moeilijk, de concurrentie. Ja, maar de linie waar het meeste versterking nodig is, is dat het middenveld, zoals veelal gezegd wordt? Ja, ik denk is een beetje alle linies moeten versterken worden. Bij de middenveld, de verdediger en ook spitsen. Je bent heel diplomatiek. Want je zegt alle linies, dat is veilig. Maar toen ik begon over Sanariep Malki bij Roda bleef, ging je gelijk naar het elftal toe. Maar hoe groot is de kans dat jij in de winterstop vertrekt bij Roda JC? Nou, moeilijk denk ik voor het moment. No. Ja. Dat is een hele opluchting voor de Roda-fans als ze dat horen. Nou, zeker. Maar ik voel me goed in Kerkrade. Ondanks de mindere competitiehelft van Roda? Ja, is ook is moeilijk, ja, dat is normaal, maar je moet positief blijven. En, ja, we hadden nog veel wedstrijden om komen terug naar boven te kijken. Ja. En ik ben zeker als je wint twee keer na elkaar en je kan een hogere stappen maken. Ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Nou, heb jij een gedaanteverwisseling eigenlijk ondergaan? In die zin, vorig jaar kwam je... nieuw had je Jonker als aanvoerder en eigenlijk bliksemafleider. Dit jaar heb jij die functie overgenomen, aanvoerder. En je moet de doelpunten nog maken. En je moet het team motiveren. Is dat moeilijk om alles bijeen te doen? Ja, het is de eerste keer dat ik ben aanvoerder. Maar ik probeer te doen de beste voor een ploeg. De kern allemaal moeten blijven samen, zeker in deze tijd wanneer je speelt voor degradatie in deze moment. En ja, om een goede kleedkamer te hebben, omdat wanneer het zo als je krijgt ruzie met dat, is dodelijk voor de ploeg, ik denk. En, maar, de sfeer is nog goed? Ja, is heel goed. En in de kleedkamer is de spelers blijven samen. En dat is de belangrijkste. We hadden Ruud Brood, de trainer, een paar weken geleden in Sportarena. En die had heel veel lof voor jou over het prof zijn voor jou. Hij zegt, Sanariep is een echte prof, een voorbeeld voor die anderen en ook in het kleedlokaal belangrijk. Ja, ik probeer te doen mijn best. En ja, het is belangrijk. Als je bent de aanvoerder, je bent een voorbeeld en je moet goede dingen doen. En, ook spreken met de jonge spelers, omdat deze jaar we hadden veel jonge spelers. En, met veel talent, zoals Guus Huppers en Amin Afane. Ja. En we hadden Philippe Courtois ook in doel. En, ja, veel jonge spelers deze jaar. En je moet ook geven tijd aan deze spelers, omdat het niet makkelijk voor hen. En, we hadden een slecht moment voor ons en het is niet makkelijk. Ja. Altijd beter voor een jongen om te komen in een ploeg hoe draait goed. Ja. Ja, ik onderbreek je heel even, want de man met het toetje komt eraan. En de man met het toetje is Bart Krombach. Bart, wat voor heerlijks heb je nou meegenomen? Nou, ik heb als dessert heb ik een chocoladebavois.
met gemarmerde witte chocolade. Het gele wat erbij ligt, dat is een coulis van mango en framboos. Het, is, het ziet er heel appetijtelijk uit. Zet er nog wat lege plekjes op dat bord, Bart? Dat is voetbalhumor, hè? Die moet er later ook weer af, hè? Ja. Sanne Riebe, ik pak hem nog heel even op. Jullie sluiten het seizoen morgen af met een wedstrijd tegen VVV. Dankjewel. Hoe belangrijk is die wedstrijd? Ja, ik denk het is de Champions League wedstrijd voor ons. En, ik denk voor de tweede ploeg. Voor allebei de ploeg? Ja, voor allebei de ploeg. En, ja. Als jullie hem verliezen, dan heb je een slechte kerst? Ja, zeker. Ja, wat betekent dat voor, want dan sluit je de competitie, eerste helft van de competitie af als ene laatste waarschijnlijk? Ja, ik ben nog niet geweest de laatste en ik wil niet dat. En, dat wil je niet meer. Ja. Ja. We gaan alles doen om te winnen deze wedstrijd. En ook het is een derby voor de supporter ook, omdat voor hen ook is moeilijk deze seizoen. En... Wat mogen de toeschouwers verwachten? Want je zegt wel, het is de derby, het leeft bij beide kanten, maar VVV speelt. Komen we dadelijk met Jeffrey over redelijk behoudend. Roda mist ook zelfvertrouwen. Krijgen we een schaakspel? Ja, ik weet niet. Het kan ook dezelfde van de wedstrijd tegen Heerenveen. Misschien een grote cijfer ook. Het is leuk voor de toeschouwers. Maar voor de spelers een beetje heel moeilijk. Maar ik weet niet. Ik denk dat we moeten alleen positief blijven. En proberen te... punten pakken, niet verliezen. Roda heeft het tegen VVV. Ik moet andersom, VVV heeft het tegen Roda altijd lastig. Daar gaan jullie van profiteren? Ja, zeker. Omdat de laatste wedstrijd om een goede vakantie te krijgen. Ja. Ze zijn bang voor jou? Ik weet niet. Maar ik ga proberen heel gevaarlijk te zijn. Ik zou zeggen, doe je best. Begin eerst heel gevaarlijk met je toetje. In de tussentijd gaan wij kijken. We hebben al een kleine voorbode gehad van de derby. VVV, Rode JC. Hier met het kickstartspel. Jeffrey Leeuwenkebessie tegen Sanarit Malki. In deel 2 van het kickstartspel. Een voorproefje voor de derby van morgen namiddag. VVV Rode JC, oftewel in dit geval Jeffrey Leeuwenkebessie tegen Sanarit Malki. Sanarit, je staat derde in de tussenstand. Je krijgt dus nog een herkansing. Je kan vrij uitschieten. En jij moet alles bewijzen, Jeffrey. Dus ik zou zeggen, jij mag beginnen. Oké. Okay. Ja? De linkspoot die start. Eerste poging. Kijk, 80 punten. Dat is een mooi begin. Sanarit Malki voor de gelijkmakende beurt. Ja. En we hebben de... 200 nog in gedachten. 10 zegt hij. Oh, hij pakt gewoon de leiding weer. Weer 100 op de balletschoentjes, maar gewoon in 100. Zoals een echte spits betaamt. Jeffrey voor de tweede beurt. Achterstand. 20 punten. Wat doet hij? Hij pakt weer die 80. En 3 keer 80 is 240. Daar kom je heel ver mee. Maar nou 160. Sanarit, gaat hij weer voor de 100? Ja. Ja, zegt hij. Ja? Hij kan niet anders. Oh, dat was niet de 100, wel een paar glazen. Vanaf 50 punten heb je dit onderlinge duel al beslist. Maar ga je nog voor de top? Ja. Oeh, hij houdt het spannend. 30 punten erbij. Jeffrey op 190. Waarmee hij op een vierde plek komt in het tussenklassement. Maar Sanarit kan, als hij 100 scoort, er nog overheen. Gaan doen. Dat gaan we even doen, zegt hij. Dank u. Hij pakt er 60. Dat betekent dat ook hier de wedstrijd is beslist in het voordeel van VVV. Jeffrey Leeuwenkebessie 190. Sanarit Malki 160. Heren, bedankt en we gaan snel verder met eten. Ja, het kickstartspelletje gewonnen door VVV. Jeffrey, een voorbode voor morgen? Ja, ik denk het wel. Je denkt het wel? Ja, ik ga er wel vanuit in ieder geval. Is dat een beetje de makkelijkheid om dat te zeggen, omdat je niet in de basis start? Nee. Je legt de druk bij de anderen neer? Nee, ik hoor in principe ook gewoon bij het team. En, ik blijf ze ook steunen, ook al speel ik niet. Dus ik denk ook wel een rol voor de aanvoerder. Ook al speel je niet dat je er voor de jongens er bent. Ja, is dat moeilijk?
Ja, dat is best wel moeilijk, ja. Want je hebt eigenlijk overal en altijd gespeeld. Je bent de enige hier aan tafel die Champions League heeft gespeeld. Ja, klopt. Ja, natuurlijk is het moeilijk. Als voetballer wil je spelen. En dan is het nooit leuk om op de bank te zitten. Alleen, de trainer beslist en die moet je respecteren. En wat ik voorheen al zei, moet meer terugknokken in de baas zelf. Nou, je bent aanvoerder, dat is ook de reden dat je hier zit, uiteraard. En dan beslist de trainer anders. Verandert dan ook de verhouding die je met een trainer hebt? Nee, in principe niet. Als aanvoerder ben je een tussenpersoon tussen de trainer en de groep. En voor mij is er niks aan veranderd, eigenlijk. Oké. Je zegt net in jouw inleiding, in jouw schot voor de boeg, van het seizoen is voor VVV eigenlijk al in twee delen te hakken. Het begin, waarin misschien blind naar voren werd gespeeld en achter de gaten vielen. Waar jij de dupe ook mede van werd. En het huidige VVV dat een stuk behoudender speelt. Ja, we zijn wat anders gaan voetballen en wat compacter bij elkaar. En tot nu toe pakt dat goed uit. En waardoor de trainer niet hoeft te wisselen in principe. Ik denk dat alle trainers dat niet doen. En voor mij is het even moeilijk. Alleen voor VVV is het natuurlijk goed hoe we de weg ingeslagen zijn. En hopen dat dat door kunnen trekken naar morgen en naar de winterstop natuurlijk. Ja, want ik stelde net de vraag aan Sanne Riep. Hoe belangrijk is die wedstrijd morgen? Hoe belangrijk is die voor VVV? Ja, natuurlijk is het een belangrijke wedstrijd. Ten eerste is het een derby, dus het leeft in Venlo. En ten tweede, we kunnen dan ook weer een gat slaan tussen Roda en naar ons natuurlijk. En dan ga je lekker de kerst in en dan kan je met goede moed 2013 beginnen. Als VVV morgen wint, hebben ze eigenlijk, kunnen ze terugkijken qua positie en punten op een goede eerste competitiehelft? Vraagteken? Ja, ook weer in twee gedeeltes denk ik. Als je naar het begin kijkt, dan is het vervelend natuurlijk. Alleen na het veranderingen is het natuurlijk weer goed gegaan. Dus daar moet je maar dan op voortbeduren en dat meenemen naar 2013. VVV krijgt ook links of rechts iets wat kritiek op de behouden speelwijze nu. Hoe denk jij daarover? Ja, we spelen gewoon compact bij elkaar. En of dat nou bij ons de 16 is, kan ook vanaf de middenlijn zijn. En dat is natuurlijk voor ieder voor zich hoe ze daarover denken. En, bij MVV roept de trainer diepte eruit, of wat was het, Tom? Diepte eruit. Bij VVV is het toverwoord compact? Ja, denk wel. Ik denk dat dat wel een iets wat voor ons is. En waardoor de ruimtes klein worden. En waardoor het voor de tegenstanders moeilijker wordt om te voetballen natuurlijk. En tot nu toe gaat dat gewoon goed. Voetballend moeten we wat meer brengen, denk ik. Alleen in de organisatie staan we gewoon goed. En daar moeten we op voorbeduren. Ja. Heb jij ooit meegemaakt bij een club dat je seizoen begon met 17 nieuwe spelers? Ja. Ja, toch al? Ja, in Cyprus is dat niet anders. En, ik heb daar 3,5 jaar gezeten en ik heb 9 trainers gehad. In 3,5 jaar? Ja. En die nemen hun eigen spelers mee en de andere spelers vallen weer af. En als je dat dan 9 keer doet, dan gaat dat wel hard, denk ik. Ja, Cyprus, zon, zee, strand, ja. Trainen en dan ook nog Champions League halen. Ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Ik kom van een NEC af en niemand had dan verwacht dat ik ooit de Champions League zou spelen. En dan vooral in Cyprus dat iedereen dacht van, wat gaat hij daar doen? En uiteindelijk is dat goed voor me uitgepakt dat ik een jongensdroom heb uit laten komen. Jeff, ambitie, hoe ga je terugknokken? Ja, dat is mijn eerste doel natuurlijk, om zo snel mogelijk weer terug te komen in de basiself. En dan vanuit daaruit kijken hoe het verder gaat lopen eigenlijk. Contract loopt af aan het einde van het seizoen? Ja, klopt. Wat wil je nog? Ik wil nog een paar jaar doorvoetballen. Je bent 31, hè? Ik ben 31, ja. Dus dat is een oude leeftijd op voetbalgebied. En wat ik zei, ik wil nog een aantal jaren kunnen voetballen. Tot nu toe voel ik me gewoon goed om nog een paar jaar door te gaan. Alleen in het voetbal weet je het hoe het kan gaan. De ene keer heb je veel keuze, de andere keer niet. En de andere keer heb je helemaal geen keuze. Dus het is maar even afwachten hoe dat gaat lopen. Maar voor mij is het belangrijkste om eerst weer terug te komen in de elf.
En dan vanuit daaruit kijken we wel weer. Ik heb het je al eens gevraagd toen je hier bij mij te gast was. Maar volgens mij, als ik heel diep in je hart zou mogen kijken, zou jij graag ook nog eens misschien wel willen afsluiten in Nijmegen bij NEC? Ja, daar heb ik nooit een gein van gemaakt. Dat is mijn clubje. Dat is mijn tweede huis in principe. En, groot, zwart en groen. Ja, dat is toch gedeeltelijk mijn hart ook. En ja, het zou het mooiste zijn dat ik daar zou kunnen afsluiten. Alleen, wat ik al zei, in het voetbal heb je niet veel te zeggen. Dat ligt aan jezelf. En ja, hopelijk komt mijn droom uit. Ja, we wachten het af. Ja. Jeff, wie degradeert er in de Eredivisie? Poeh. Wij in ieder geval niet. Het gaat denk ik tussen Willem II en Zwolle, denk ik. Ja. En wie dat gaat worden, dat... En wie promoveert in de Super League? Wie wordt kampioen? MVV. Sanne Riep, wie degradeert? Ja, ik denk ook PEC en Willem II. Ja. En kampioen van de Super League? Ja, MVV. MVV, vol vertrouwen. Johan, wie degradeert er uit de Eredivisie? Willem II. Willem II. Ja. Niet en te zwak. Ja, toch? Ja, denk het wel. Er zit wel vechtmentaliteit. Ja, maar ja, andere ploeg ook. Hè? Ja. Uiteindelijk gaan ze allemaal vechten. Maar ik denk dat Willem II, of grote verrassing in de winterstop, heel veel spelers erbij. Ik denk dat het gewoon toch wel de grootste kandidaat is. En dan promoveren, ja. Mag jij dat zeggen? Huh? Ik zeg niks. Ja, die vind ik ook, daar neem ik genoegen mee in dit geval, Tom. Omdat jij zo'n mooie voorzet hebt. Tom, en volgens jou, wie degradeert er uit de Eredivisie? Nou, ik denk dat ik me aansluit. Ik denk dat Willem II het moeilijk zal krijgen. Maar je weet nu op voorhand, maar ik denk Willem II, ja. En dan ben je lief voor de Limburgse ploegen. Dus als ik dan vraag wie wordt kampioen? Zal ik hier maar zeggen dat wij dat worden, ja. Ik denk dat wij wel kunnen meedraaien tot op het einde, ja. Ja, ik vraag het bewust iedereen. Is de tijd rijp om als MVV ook uit te stralen en durven te zeggen dat je kampioen wil worden? Ja, de club is eigenlijk nog niet rijp ervoor, denk ik, qua structuur en zo. Ik bedoel, is de spelersgroep er aan toe, mentaal, om daarmee om te kunnen gaan? Ja, op zich denk ik dat wel. Ik denk, ik heb het net aangegeven, we hebben een paar ervaren jongens, die moeten maar de kar trekken. Hè. En ja, als het een jaar is om mee te doen, dan is het dit jaar, ook al is het onverwachts. Ja. Heren, dan hebben we de laatste weken in het teken gestaan. Ook een klein beetje van respect. Naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen. Op een dramatische manier na een jeugdwedstrijd. Hoe hebben jullie dat eigenlijk beleefd? En dan vooral hoe het betaald voetbal ermee om is gesprongen, Tom? Ja, ik heb het. Ik vind het een trieste zaak eigenlijk. Iets dat al heel lang aan de hand is. En dat door zo'n voorval nu echt nog meer in de picture komt. En spijt genoeg zijn er nog steeds van die acties die gebeuren. Ik las nu ook weer in België een geval waar een scheidsrechter was aangevallen. Ja, zijn dingen die eigenlijk helemaal niet thuis horen in het voetbal. Ik denk dat er goed mee omgegaan is. Ook naar ons toe nu. Krijgen we ook zeker ook nu voor de derby met Fortuna. Dat de scheidsrechter ook op voorhand aangegeven. Je mag gerust komen praten, je mag gerust het niet eens zijn, maar ga niet met gebaren of niet overdreven. Scheidsrechter was ook een Limburger, geloof ik. Ja, Paul van Boekel, ja. En één moment zie ik voor me, gaat kruisen, krijgt een fout tegen en gaat overdreven reageren en ik krijg direct de gele kaart. Dus ik denk dat dat misschien wel de manier is om het een beetje in de kiem te smoren. Dus, en ik hoop ook dat de meeste clubs en vooral wel de omkadering er rond, zowel op profniveau als op amateurniveau, er wel goed mee omgaat en dan ook de mensen die het op een verkeerde manier invullen, dan ook zwaar gaan sanctioneren. Ja, maar het is voor mijn gevoel is, ja, nu wordt het wel in daglicht omdat het gewoon echt zo'n heel erg geval is. Het is gewoon het wordt uitvergroot. Het wordt uitvergroot, maar voor mijn beleving is het al een jaar aan de gang. Ja. Het is gewoon iets wat gewoon nu pas gewoon echt gewoon omdat het gewoon dit voorval is voorgekomen, echt gewoon maar overal in de wereld zelfs gewoon in de media komt te staan. Ja. Dus, je moet het gewoon eigenlijk gewoon harder aanpakken. En wat is eigenlijk een goede aanpak? Twee minuten stilte en nu is het gewoon te laat. Het goede voorbeeld je moet gewoon geven als profvoetballer. Je moet anticiperen en niet erop reageren, want nu is het alweer te laat eigenlijk. Ja. Maar je ziet een week later, afgelopen weekend, Feyenoord, ADO, ja. De steward Sanne Riep bij Roda NAC. Twee NAC-supporters hebben een steward mishandeld. Ja, dus, het is overal weer fout. Ja, nee, zeker. Maar ik denk het is niet alleen voetbal afhankelijk. Nu wordt het gewoon weer voetbal, de nadruk gelegd op voetbal. Maar het is wel de meest beleefde sporten in de wereld en hier in Nederland sowieso.
Dus ja, dan is het ook weer makkelijk om te zeggen van ja, het ligt aan voetbal. Nee, het is gewoon voor mij, het is niet aan, het ligt, moet zich niet beperken alleen aan voetbal. Wat zeg je, Jeff? Het is een hele maatschappij gewoon. Ja, maar jullie als profvoetballers die er echt uitgelicht worden, de meest bekeken sport, zeg je zelf, hebben jullie dan niet extreem een voorbeeldfunctie? Ja, natuurlijk heb je een voorbeeldfunctie, want kijk, hoeveel mensen kijken geen voetbal. Alleen, aan de andere kant, voetbal is ook een emotiesport, waar je emotie niet altijd in bedwang hebt. En kijk, tuurlijk moet je uitkijken wat je doet. Alleen, ja, er zijn twee kanten daaraan. Je moet de emotie er niet afhalen. Maar als jullie echt goed in de spiegel kijken, met jullie bedoel ik niet jullie persoonlijk, maar de voetbalwereld. Er worden toch genoeg foute voorbeelden met protesteren, met schwalbes, met overtredingen, met elleboogstoten. Kijk naar Real Madrid vorig seizoen. Op één na beste voetbalteam van de vorig jaar misschien het beste. Ze zijn een minderheid van de spelers. Ja, maar dat komt weer naar voren. Het is een kleine minderheid die dat doet. Dus ja, we kunnen daar tegen doen. Dus met alles zijn altijd een paar mensen die gewoon net buiten het bootje vallen en zich anders gaan gedragen. En ja, dat is helaas wat naar voren komt. Mm. En de rest van de mensen die zich goed gedragen of een voorbeeld willen geven, ja, die zullen gewoon extra hard hun werk doen om gewoon eigenlijk in de spotlight te komen. Maar dat betekent toch, als er steeds jongens zijn die buiten het potje pissen, hoe het dan noemt, dat juist dit soort acties, om er even extra bij stil te staan, nodig zijn, Sanarip, of niet? Nee, ik denk eerst moeten we niet vergeten dat voetbal is een hobby is. En we moeten positief blijven. En ook voor de ouders rond de velden. Ook, omdat ik heb ook een nichtje dat ik ga kijken. Je ziet de ouders, ja, waarom scheren ze zich zo? En ja, het is... De KNVB moet zich ook richten op de ouders. Dan weet ik dat ze dat doen. Ze zijn al in Duitsland aan het kijken. Daar is bij de E en de F-jeugd geen scheidsrechter meer. Daar doen de jongens zelf de wedstrijd regelen. En dat is een proef die ze zijn gestart 3 jaar geleden. Die verloopt perfect. Ouders 15 meter buiten het veld. Dan gaat alles goed. Ja, dat is het. Dat moet je proberen. Dat is van een klein zelf, denk ik. Ja. Ja. Ik zit zelf ook in die jeugd. En als je ziet wat er soms gebeurt, trek je soms grote ogen. Dus, Maar ze zien de voorbeelden op tv. Jeff, ze zagen een ander voorbeeld op tv. Ik vond ik heel opvallend in de wedstrijd van jullie in Groningen afgelopen zaterdag. Dat scheidsrechter Gusse Bejoek met zijn arm, met zijn bandje, met respect op naar Maaskant liep toen hij begon te schreeuwen. Ja, wat vond jij daarvan? Ja, in principe is het een goede actie van hem dat hij dat doet. Want dat laat hij natuurlijk meteen zien. Volgens mij is het in het buitenland ook bekend geworden. Dus... Die actie van hem heeft wel zeg maar geholpen, denk ik, dat de hele wereld daar stil bij staat. Alleen aan de andere kant, wat ik net zei met emoties. Ja. Ik weet niet precies wat Maaskant heeft gezegd. Alleen hij zegt dat het uit emoties komt. Ja. En dat kan ik dan ook wel weer begrijpen. Alleen de actie van de scheidsrechter, ja, dat is denk ik wel een goede actie dat hij dat gedaan heeft. Vooral omdat iedereen ernaar kijkt nou natuurlijk. Alleen ja, voor mij is het natuurlijk weer twee kanten, zeg maar. Ja. Het moet wel, je mag emoties tonen, alleen het moet wel onder de gordel blijven. En in principe een goede actie gewoon. Maar conclusie, respect moet nog een beetje groeien in de voetballerij. Zeker. Dat mag wel beter. Ja. Niet alleen het voetbal, overal moet dat gebeuren. Ik heb zelf 2 kleintjes. En die probeer je dan wel dat mee te geven. Dat ze iedereen met respect te behandelen. En voor mij is dat eigenlijk wel gewoon normaal. Alleen sommige mensen die hebben daar moeite mee. Alleen, ik probeer dat wel aan mijn kinderen mee te geven, dat wel heel belangrijk is voor later, denk ik. Jeff, hoe vier jij kerst? Met kerstavond zit ik met mijn vrienden onder de pannen. En eerste kerstdag, 's ochtends, ga ik naar mijn ouders toe, samen met mijn gezinnetje. 's Avonds ga ik naar mijn schoonfamilie. En tweede kerstdag gaan we met z'n viertjes naar de Efteling, waar we een nachtje... overnachten en daar met z'n viertjes afsluiten. Een familiefeest bij jullie. Familiefeest, ja. Sanarip, hoe vier jij het? Bij mij ook. Ik ga naar het kerk morgen. En nadat we gaan ontbijten met de familie en de vrienden gaan zoeken. Dus in Brussel eerst naar de kerk, dan samen zitten en gezellige verhalen vertellen onder de boom. Goeie eten en Johan. Nou, voor de verandering blijf ik in Nederland. Je blijft, ja. Want jij gaat onder het mes. Ik ga onder het mes, ja. Vertel eens even wat er aan de hand is.
Ja, ik heb kwetsuur opgelopen aan mijn schouder. Een aantal maanden geleden is het lichtjes uit de kom gegaan in de wedstrijd. En heb ik schade opgelopen aan de kraakbeen. Heb ik proberen vol te houden met, aan de hand van medicatie en straps en dergelijke. Maar op een bepaald moment... De hele dopingkast. Het was te veel. Mijn lichaam zei stop. En, dat betekent dat je er een aantal maanden uit bent? Vier maanden. Minimaal. Nou, wat moet Fortuna zonder de aanvoerder? Nou, ze kunnen het gewoon prima. Ze kunnen het prima. Ja, dat hebben ze het al laten zien tegen Eindhoven. Dus laat de resultaten gewoon... We gaan zeker zo door en dan ben ik er gewoon weer voor de nacompetitie. Voor de play-offs. Ja. Wij zien jou er heel veel sterkte over. Dankjewel. Tom. Ik ga je 3 dagen naar Dardenne met mijn ouders en mijn vrouwtje. Skiën? Nee, skiën heb ik nog nooit gedaan. Langlopen? Gewoon een beetje wandelen en vooral lekker eten, denk ik. Vooral lekker eten. Ja, jij kan het hebben. Ik moet uitkijken. Ja, ik moet heel erg uitkijken. Heren, de competitie start, ik geloof uit het hoofd, 18 januari, vrijdag 18 januari weer. Zit er nog een trainingskamp aan, Tom? Nee, voor ons zal het gewoon Maastricht worden. Bij, ja, Maastrichtenaren gaan Maastricht niet uit. Hè? Dat is... Nou, misschien wel een keer naar Caldeborn Heerlen is dat. Als er sneeuw ligt, zullen we daar even indoor gaan trainen. Over de rest zal het gewoon Maastricht worden. Wat doet Fortuna? Gaat Johan dan mee? Ik ga niet mee. Nee. Maar wat doet Fortuna? Fortuna, de rest gaat naar Turkije, naar Antalya. Antalya. 5 dagen. Lekker. Ja. Lekker. En Roda, Roda gaat naar Malaga, ja. Ja, vaste prik Zuid-Spanje daar. Ja, zo. Daar werd meestal de basis gelegd voor een goede tweede competitiehelft, Tannerin. Ja, zeker. We gaan alles te doen om de goede voorbereiding van de seizoen te maken. Ja. En Jeffrey, waar gaat VVV naartoe? Wij gaan ook naar Turkije, naar Belek. Zijn we vorig jaar ook geweest. Dus het was een goede trainingskamp waardoor we uiteindelijk erin zijn gebleven. Dus gaan we dit jaar ook weer vanuit. Ik hoop dat het bij alle vier de ploegen in ieder geval de voorbereiding weer helpt voor een fantastische start in 2013. Ik wil Bart Krombach van Restaurant Populair bedanken voor een super maaltijd. En eigenlijk rest mij dan niets anders als met jullie het glas te heffen. En alle kijkers thuis een fantastische feestdagen te wensen. Eerste kerstdag en tweede kerstdag kunt u onder de boom weer tv kijken. Want dan is Sport Arena terug met een terugblik op het sportjaar. Op de gasten die voorbij zijn gekomen. In ieder geval fijne feestdagen en een heel mooi, gelukkig en gezond 2013. Proost mannen. Proost. Partner van TVA Sport Arena is Hekkert Autogroep.